Ik ben er voor iedereen. Ook voor die mannen waarvan sommigen zeggen dat er niets meer mee te beginnen is. De bias-humanist gaat het gesprek aan met gedetineerden. De meeste zijn recidivist. Als ik aan een nieuwe stad wil beginnen, dan is stap 1 om als eerste te verhuizen. Heb jij zo'n besluit genomen? Ja, maar het besluit is niet. Mijn hoop is dat iemand door het contact op andere gedachten komt. Of dat hij voor zichzelf nieuwe mogelijkheden ziet. De weerbarstige praktijk in het werk van de bias-humanist. Morgen in Humandoc.